Bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling van het jaar 2020 hebben DNA-leden extra aandacht gevraagd voor onderwijsvraagstukken. VHP-parlementariër Reshma Mangre vroeg wat de status is van de dienstwoningen voor leerkrachten. Ze zei dat dienstwoningen op onverklaarbare manier zijn uitgegeven aan toppers van het ministerie van Onderwijs, terwijl de woningen primair voor leerkrachten bedoeld zijn. Ik vraag al geruime tijd aandacht voor het huidige mutatiebeleid dat als strafmiddel wordt gebruikt jegens onderwijsgevenden. Terwijl onderwijsgevenden worden gemuteerd van noord naar zuid, van oost naar west en steeds moeten pendelen vanwege het feit dat zij niet in aanmerking komen voor dienstwoningen die bestemd zijn voor onderwijsdoeleinden, heeft informatie mij bereikt dat onderwijsdienstwoningen met bijbehorend perceel zijn toegewezen aan MINOF-functionarissen. Het betreft in deze de huidige directeur van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, inspecteurs van onderwijs, gewezen minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de echtgenote van de gewezen minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, aan ex-DC en anderen. Ik heb in totaal namen van 12 functionarissen, hier zo, van het onderwijs die nu in het bezit zijn van deze dienstwoningen. Melvin Bouva vroeg zich af waarom het ministerie van Onderwijs de begroting van de Anton de Kom Universiteit heeft ingekort. Heel triest dat de begroting van de universiteit teruggaat van 160 miljoen begroot naar 65 miljoen. Mijn vraag is, hoe zal dat gat worden gedicht omdat de behoefte zal blijven bestaan om een aantal voorzieningen en diensten bij de universiteit te leveren? Hoe zien we dat gat gevuld en wij zullen, minister, als het erop aankomt, u de ondersteuning geven om dat wederom naar een behoorlijk niveau op te trekken. In dezelfde lijn zien we PTC, begrotingsartikel 29.01. Wij hebben hier in het parlement gehad een petitie van de PTC-studenten. En schrikt u niet, de studenten in, ik dacht, ruim 400 getalen hebben een petitie hier ingediend. Ik heb nog niemand daarover horen praten. Maar men vraagt aandacht, dringende aandacht voor hun collegegelden. Wat was in 1920 1000 dollar inschrijf en hoeveel per 100 nog college is nu $1500 en nog hoeveel honderden erbij voor college of in die zin. Ik denk dat we daar ernstig naar moeten kijken, regering, minister. Ik vraag dat we middelen vrijmaken om deze en andere studenten hierin te ondersteunen. NDP-parlementariër Melvin Bouva was dat vandaag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling. Het college heeft bijzondere aandacht gevraagd voor onderwijsvraagstukken.